Over 5 minuten gaan we live. We gaan zo live. Oh, ik snap het zo. Ja, maar even tijd heb je daar zijn. Ik kan niet eens op mijn post. Nou, jij moet je rekening houden. Ja, rekening houden. Soms geplicht, hè? Weet je. Maar kun je zo even helpen met... Ja, nog net iets te kort. Ja, als je gebruik maakt van 5 dan wel misschien. Moet je hier niet? Ja. Ze doen het. Perfecto. Oké, okay, heel goed. Hebbes. Hey, hallo allemaal. Kun je zo aan het woord laten? Oké, 2 minuten. Oké. Hey, allemaal. Lumixa hier, Maarten. Oké, okay, we hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad met heel wat werk en zo. We zijn nog aan de Wandi bezig, dus we zoeken nog hoe we die kunnen instellen. Ik geef nu het woord aan Leo. Hele goede avond. Voor de mensen die me kennen, ik ben Leonard. Ik ben gewoon Leo. Ik ben dan vanaf zaterdag ben ik al hier bezig mee te demonstreren. Leo, yay! Hallo, ze kennen me nog. We beginnen gewoon met zeven punten. Nou, één is slag van de vergadering die zojuist is geweest. Dan hebben we het nieuws van het veld, dus wat de positieve kant van zijn. En hoe mooi het weer was. Nou, een beetje entertainment. Het weer, de muziek. Wat we dus allemaal, wat voor moois weer er komt of hartstikke slecht weer. De echte. Luister, wij zijn niet die jongens die geen werk hebben, die lui zijn, die de hele dag alleen maar zitten een beetje uit onze neus te kanen. Nee, wij zijn de hardwerkende kern die vooral vroeger Nederland was. En dat is gewoon Nederland vergeten, maar mensen die zien ons nou gewoon ons lui aan, weet je. Dat is niet goed, dat zijn we niet. Dit kampement hebben we niet op ons lui gat gedaan, dit kampement hebben we gewoon groter gemaakt, krachtiger. Er zijn steeds meer mensen gekomen, weet je, om te helpen. Zoals deze tent, de mediatent hier. Is gewoon door 20 man is dit gemaakt, weet je. Ik sta hier in een tent. Was ik even aan de andere kant staan, want anders zie ik het zicht helemaal niet. Ik sta hier in een tent op het Malieveld. Ja. En dat maar heeft internet. We halen vreselijke toeren uit om internet hier te krijgen. Vertel hoe je het doet. Nou ja. Dat is een proces van een paar dagen geweest, maar nu hoe we het gedaan hebben, we hebben een kabel van 70 meter liggen tot halverwege het park. En daar hebben we een bak staan met een accu en daarop een 12 volt routertje, een wifi router. En daar hebben we nu verbinding mee. Maar die verbinding is een beetje dodgy. Waar komt die wifi vandaan? Die komt van het pannenkoekenhuis op de hoek van de straat. Pannenkoekenhuis is... Nou, daar is het. Ik kan niet goed zien. Dat is de Wandi die daar boven hangt. Ja. En dat is onze range extender. Maar die heeft een kapot kabeltje, dus die moet even vervangen worden. Sorry? Hoe heet je? Marco. Juist, Chris. Dat is hartstikke goed van je. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar de boeren die willen ons gewoon. Ze zeggen gewoon dat wij lui zijn. Dat kan toch niet? Wat doen wij hier anders? We zijn hier om wat te veranderen. We zijn hier niet om elke keer de bad feedback te krijgen en zo. We zijn hier om verder te stappen, om vrede te stichten. Oh, joe. De generator, jongens, daar hebben we ook de laatste tijd heel veel last van. Ik zal het uitleggen, Marianne, dat vrouwtje wat dus in het binnenhof heeft geoccupied. Zij heeft contact opgenomen met de boerenbond. Nou, dus op een gegeven moment, zij komt vanaf naar me toe. Leo, je had het gisteren over de boeren. Ik zeg ja, over de hooi en zo. Nou, ik heb de boerenbond gebeld, die staan achter ons. Maar de boeren staan niet achter ons. Dus toen, dat is echt zo'n paradox moment voor mij van, ik mis hier een gedeelte, weet je. De boerenbond bestaat uit boeren. Maar Breihoofd heeft wel gelijk. Als we geen supermarkt hebben, hebben we niets eten. Verbouw het zelf. Je hebt geen supermarkt nodig. Addict 3. Kom aan. Je kan zelf een tuintje ontploegen en groenten zaaien. Kom aan. Je hebt alleen een schep nodig. Een beetje aarde, liefde en zaadjes. Maakt niet uit wat je lekker vindt. Gewoon in de grond komen en dan heb je hier in Den Haag, dan heb je gewoon Haagse slaai. Weet je, Haagse slaai.
leuk. Hi, mijn naam is Leonard. Leonard Venema. Ik ben al 3 jaar dakloos hier in Den Haag. En ik ben nou op Occupy gekomen om mijn stem te laten zien. En om te laten zien van jongens, hoe de maatschappij nu draait, gaat niet goed. Het loopt de hele tijd achteruit, het gaat niet vooruit. Want in de wetboek staat, ik heb recht op een woning. Althans op een warme leefplek. Wat doen ze? Zetten ze dakloze huizen neer, waar te weinig ruimte is voor andere daklozen. Waardoor we dus bij een kamp moeten gaan vechten voor een slaapplek. Daar heb ik geen zin in. Racisme wordt er extreem in gedaan, dus dat hoeft ook voor mij niet meer. Ik ben een vrije jongen en ik ben wie ik ben. Ik vloek wanneer ik wil en zo ben ik. Dankjewel. Alsjeblieft. Hier is Edgar, die vertelt jullie alles over de AG. En ik zie jullie binnenkort weer, hè? Hey. Hoi, hoi! Alsjeblieft, Edgar. Leuk! Ik stond van jou. Oh, heerlijk verwarmd. Hoi, Pascal. Zo, even kijken hoe mijn haar goed zit. Zo. Ja, je bent een krappe gozer. Ja, wat? Hey, goedenavond. Het blijft toch altijd nog een beetje een kale bedoeling. Het is heel gezellig met elkaar. Maar dat ziet de buitenwereld, al de mensen die voorbij fietsen en zo, die zien dat niet. Dus we zouden heel graag heel veel creatieve mensen hier willen hebben. Morgen die samen met ons ook helpen het Malieveld op te fleuren. We leren elkaar eigenlijk ook net kennen. We zien ook de verschillende berichtgevingen. Daar zijn we ons bewust van hierover. Daar hebben we het ook gehad in de General Assembly. Van als het gaat over standpunten en dat soort dingen en zo. Elke dag hebben we het erover met elkaar. Maar ik hoop ook dat jullie beseffen en dat je dat doorgeeft aan je vrienden en vriendinnen die dit misschien niet nu zien. Ook van dat we met elkaar bezig zijn om ook dingen te onderzoeken en uit te knoppelen. We zijn met z'n allen die 99%. En wie zijn wij om daar een standpunt te formuleren? Dus het is niet zo van dat we hier de hele dag maar een feestje lopen te bouwen. Ja, we hebben het heel gezellig, maar het is niet constant een feestje. We zijn echt met wat dingen bezig hier zo. Maar we hebben ook echt jullie hulp daarbij nodig. En dat werd ook vanavond in de General Assembly werd dat ook duidelijk. Dat we gewoon echt jullie hulp kunnen gebruiken. We hebben het aanbod van ik geloof 2000 liter water in Waddinxveen. Dat is aan ons gedoneerd. Maar ja, dat water komt niet vanzelf hier zo. Wie heeft toegang tot een transportbedrijf of een bus of een, nou ja, verzinnend. Of weet een slimme manier, sorry, een slimme manier om die 2000 liter water hier te krijgen. Zit je op de vrachtwagen en voel je aangesproken in? Ja, en inderdaad, jij hoort ook tot die 99% en dat is ook zo. En je weet dat je met een lege vrachtwagen via Den Haag het Malieveld rijdt. Kijk dan nog even of je in Waddinxveen het water op zou kunnen halen. Je zou ons daar enorm mee helpen. En het wordt voortaan alle punten. Wat zijn de slogan? Wat is er gebeurd? Wielema? Ja, de generator is ik zei wel een beetje spannend al. Waarom is het nou donker? Hij lag eruit. Ja, is de boel weer aan de praat? Ja. Ja? Wat was er nou aan de hand dan? Ja, ik heb niet gegeven. Wat? We hadden maar één groep. We hebben extra groepen bijgezet. Ah, oké. Okay. We hebben twee groepen. Goed zo. Woehoe! Nou schijnen lichtje op mij. Occupy Antarctica. Nee, daar moeten we wel eens mee. Occupy New Zealand. Ja, maar dat is goed, ja. Ha 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 ha
3,15 dus. Oké, rekenen. Luister naar de tekst. Verkopen, hè? Verkopen.